de nachtzoen. Zij is de laatste mens die we vanavond op het scherm zien, want ze legt ons tenslotte op bed, nietwaar? Ja, ze vindt inderdaad dat wij de televisie uit moeten zetten. Als was ze mevrouw de uil zelf, oogjes dicht en snaveltjes toe. Haar productiviteit is enorm, terwijl slapen haar allerliefste bezigheid is. En daar moet je je tv-loos op voorbereiden. Deze nachtzoen krijgen we van schrijfster Christine Hemrechts. Wat betekent de nacht voor jou? Goh. Ik heb erover zitten nadenken voor ik naar hier kwam. En nu ben ik iemand die vaak vrij vroeg gaat slapen. En die vrij goed slaapt. Ik slaap heel, heel graag. En als je mij zou vragen wat doe je eigenlijk het liefst, dan zou ik misschien antwoorden slapen. En ja. Wat ik niet goed begrijp is, langs de kant ben je daar niet van bewust. Want het eigen aan de slaap is ja, dat je niet bewust bent. En toch heb ik het gevoel dat terwijl ik aan het slapen ben, ik kan genieten van het feit dat ik aan het slapen ben. Ik zweer toch nog altijd bij dat je moet op, als je gaat slapen, dat je dan je best kunt ontspannen voelen. Ja? Dus dat je moet je een beetje mentaal voorbereiden op. Op een mogelijke slaap. Nee, niet op een mogelijke dood, daar geloof ik absoluut niet in. Maar je moet wel, als je bijvoorbeeld, als ik ben uit geweest en heel veel indrukken heb opgedaan, dan slaap ik eigenlijk niet goed. Want dan is er heel veel onrust in mijn hoofd. Hè, maar als je eerst tot rust komt, niet met je geweten, maar gewoon. En dan, dus zeggen ze, je hebt met slapen, dat zijn treinen. En je moet in de trein stappen als die voorbij komt. Hè, dus je moet heel rustig zijn om in die trein te kunnen stappen. En is dat geen contradictie? Je moet heel rustig zijn. Je kunt besluiten rustig te worden. Ja, dat kan je wel. Ik begrijp niet heel goed. Het is nou wel televisie, maar ik begrijp niet goed mensen die zeggen dat ze om zich te ontspannen naar televisie kijken. Dus voor mij er komen zoveel indrukken op je af. Hè? En je merkt dat vooral als je niet veel naar televisie kijkt. En je zet dat ding nog eens aan en zeg je, Jezus. Zoveel indrukken, zoveel beelden. En dat maakt, dat creëert een onrust in je hoofd. Want je hebt dat allemaal bewust of onbewust opgeslagen. En dat blijft verder werken in je hoofd, ook 's nachts. Of als je intense gesprekken hebt gevoerd, dan blijven die gesprekken ook nog malen. Maar dan, in je hoofd. Dan heb jij nu een enorme verantwoordelijkheid. Want jij bent het laatste beeld dat wij vanavond op onze netvlies hebben. Eigenlijk moet ik nu aan iedereen zeggen, zet gauw die televisie uit. Kom tot rust. Ga een beetje gewoon niks doen. Ja. En dat is ook iets wat mij intrigeert. Dat het is voor ons heel moeilijk om niks te doen.